Hoi, ik ben Billy de Kid en vandaag ben ik bij Yes Weekend Clinics. In oktober 2020 werd ik gevraagd om hier mijn levensverhaal te vertellen. Een jongen van 13 tot 23 jaar met psychische problemen, verslavingen en best wel complexe gedragsproblemen. Die mogen we hier 10 weken behandelen, zijn ze 24 uur per dag hier. En daarna doen we nog een ongeveer een nazorgtraject van 10 weken. En we laten ze niet los totdat ze echt weer helemaal terug zijn in de maatschappij. Ik ging daar vertellen over het pad wat ik de afgelopen jaren heb afgelegd. En ik kon de hele dag met de fellows en fella's optrekken hier. Ik heb met ze door het bos gelopen, ik heb gegeten en daarna, wat ik al zei, mijn levensverhaal gedaan. Hey Joost. Hallo. Hey man. Hoi. Hoe is ie? Ja, goed. Met jou? Ja, ook goed. Ja, super tof dat je er weer bent. Ja, het is een eer om hier te zijn. Hoe was het voor je om hier met al die jongeren te zijn? Ja, het eerste wat ik denk is, wat ik heb kracht, voel ik. Ik was verbaasd over hoe zij bezig zijn met zichzelf en de kracht die ze juist hebben. Kracht, kracht, kracht. Dat is wat ik voelde. Ik voel het gelijk weer als ik hier ben. Dat is het gelijk, ja. Nou, geweldig, man. Ik vond het toen al natuurlijk helemaal te gek dat je bent gekomen. Op een gegeven moment wisten ze natuurlijk van Joost, oh, maar dat is ook Billy the Kid. Ja. Maar omdat je er zo als persoon bent ingegaan, was het, en het was zo'n persoonlijke krachtig verhaal, dat op een gegeven moment ook gewoon de artiest eigenlijk gewoon even weg was en je gewoon puur persoon was. En dat is wat ik heel erg terugkreeg van hun. Nou, je hebt wel wat mensen geraakt. Ik blende zo in hier, dat ik eigenlijk vanuit mijn hart ben gaan vertellen wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. En de volgende dag brak ik. Toen dacht ik in één keer, jeetje, wat heeft het veel impact gemaakt. Tegelijkertijd was ik ook met dat nummer bezig wat over vriendschap ging. Ik belde Ruben, met wie ik aan die song bezig was, en deelde mijn verhaal over de kracht van de groep en de kracht wat de jongeren met elkaar deelden. We herschreven het nummer en ik schreef eigenlijk mijn ervaring op over wat ik hier beleefd had. Toen ik het nummer van Ruben terugkreeg, viel het bij mij weer een kwartje. Ik had het tegen mezelf, tegen de jonge Joost, tegen de jonge Billy the Kid. Dus het heeft mij ook heel erg geholpen in de reis die ik de afgelopen jaren heb afgelegd. Ja. Mooi man. Ja. Toen ik het refrein hoorde, werd ik direct teruggetrokken naar mijn eigen jeugd. Hoe mijn jeugd is geweest, van 12e tot 27e, super destructief, heel veel verslaving, psychische problemen. Continu heb ik me eigenlijk, ondanks dat ik best wel veel mensen om me heen had, maar ongelooflijk alleen gevoeld. Van mijn 18e tot 27e heb ik in heel veel klinieken en instellingen gezeten, waarin ik zo graag wilde veranderen. En waar ik ook was, ik had die verbinding niet, ik had niet het gevoel van, ik ben met mensen die mij echt een reden geven om te veranderen, die mij kunnen veranderen, dat ik weer normaal kan meedoen in de maatschappij. You've been hiding, struggling, got your back, I cover you. I've been riding the same way with you. Toen ik het nummer hoorde, toen realiseerde ik me weer, maar dit is dus wat ik al die jaren niet kon vinden. Ja. Geen verbinding, geen contact met mensen. En toen kwam ik 16 jaar geleden in de kliniek. Fellowship van allemaal warme en liefdevolle mensen. Ja. Ik was gewoon thuis. Dat is echt toen ik dat nummer hoorde, dat ik meteen weer teruggetrokken van wow, dat was het. Weet je. Ik kwam aan en iedereen zei, shit Jan-Willem, wat gaaf dat je er bent en je zit hier goed. En we zijn er en we laten je niet meer los. En vooral dat laatste, van laat je niet meer los. En die tekst van I got you, weet je, dat heb ik nooit meer losgelaten. En het tweede, waarvan ik meteen dacht van hoe onwijs kicken zou het zijn als we dit nummer misschien ook hier in de kliniek kunnen gaan gebruiken. Duizenden jongeren behandelen we hier, die uit ongelooflijk lastige situaties komen. Veel misbruik, suïcide, gepest, verslaafd, depressief, angstig. Maanden, soms jaren in een kamertje gezeten met de gameverslaving. En we weten dat die hetzelfde voelen en dat die hetzelfde hebben. Ze zijn vaak eenzaam, ze willen graag veranderen, maar ze hebben mensen nodig die hun snappen, die hun begrijpen en die eigenlijk ook hetzelfde hebben meegemaakt. En luisteren naar dat nummer, het klopte gewoon. Op elke dinsdagavond, waar 15 jongeren weer afscheid nemen, die zijn dan klaar met hun behandeling. Ja. Tijdens dat ritueel, wat heel emotioneel is. En om dan te mogen afsluiten met dat nummer. Echt kinder, echt gaaf. Whenever you've been burning up, no matter what, I'll be turning up. Just to light up the fire with you. Voor mij is het nummer al perfect echt geslaagd, bij dit al. Cool. En ik hoop dat mensen allemaal hun eigen boodschap eruit gaan halen. Maar voor mij, in de connectie die het nu al teweeg brengt door dit en wat jij mij vertelt, en het raakt mij gewoon heel diep. En dat voelt, zo is ook nog nooit gevoeld bij een nummer wat ik gemaakt heb. Ja, het raakt mij gewoon enorm. Gaaf, dat is wat het is. Mooi. Let me say, hey, hey, don't you feel that I'm with you? Everything.
In 2020 ben ik ook samen met Warner Music, EDA en Jeff het label Rise Recordings begonnen. Onze quote is We Rise by Lifting Others. Elk maand kiezen we een goed doel en daar doneren we een stuk van de inkomsten van de streams aan. Voor mij was het duidelijk, Yes Weekend Clinics moest het goede doel worden voor deze track. Ja, ik... Ja. Dankjewel. Ik weet niet anders hoe ik het moet zeggen, maar het is echt bijzonder. Ja. Er zijn best wel veel jongeren hier die door wat voor reden dan ook, maar uit gezinnen komen die het gewoon financieel absoluut niet goed hebben. Ja. En die willen we daarmee echt heel graag gaan helpen. En of het nou is voor een treinkaartje of voor een taxi of voor wat dan ook. En daarnaast, wat we voor alle jongeren door heel Nederland hebben, zijn de Yes We Can meetings. En dat is het momentje voor hun waarin ze eventjes gewoon weer terugkomen. Weer dat fellowship gevoel veilig hebben. Veilig gevoel hebben. En als jij dat oké vindt, dan zouden we daarmee ook gewoon het nog ietsjes meer willen versnellen. Want we willen uiteindelijk zo'n 30, 40 van die meetings in Nederland hebben. Alles wat bijdraagt aan dat kinderen zich veiliger voelen en het is gewoon moeilijk om te zeggen, gewoon hun reis en geluk kunnen vinden en hun superpower kunnen vinden, zeg ik altijd. Dan voel ik me gewoon super dankbaar dat ik dit kan doen. Dus dank je wel om het zo te omarmen. Ik wil je een knuffel geven, maar dat mag niet. Die bewaren we. Ja, die bewaren we. En ik ben gewoon diep geraakt. Omdat het niet bedacht is of zo. Ja. Ik weet niet wat het is. Ik voel iets wat ik... Dankbaarheid. Ja. En dat ik daar nu bij kan, komt ook door hier. Ik snap meer waarom mijn leven zo geweest is nu. Ofzo. Dat het draaien... Alles... het komt bij elkaar. Het begint een beetje sens te maken ofzo. Dat wil ik niet meer kwijt. Supermooi, man. En daar wil ik jou ook voor bedanken. En iedereen bij Yes Weekend Clinics. Want het heeft mijn leven veranderd en verrijkt. Thanks.